Afgelopen vrijdag ondertekenden de gemeente Nijmegen en de Rijkswaterstaat plannen voor renovatie van de Waalbrug. De werkzaamheden gaan in het najaar van 2017 van start. Hoe zwaar zal de overlast voor het verkeer zijn? In ieder geval wordt er minimaal 1 rijstrook aan beide kanten wordt opengesteld. We hebben aan de aannemer gezegd dat de duur van de onderhoudswerkzaamheden maximaal 18 maanden mag duren. En wij dagen de aannemer uit om met ideeën te komen hoe we de hinder nog meer kunnen beperken. Bij de renovatie verdwijnt de busbaan die in de jaren 90 aan de Waalbrug werd toegevoegd. De bus gaat op een andere manier geregeld worden. Er komt een verkeerslicht waardoor de bus op de normale rijbaan straks gaat meerijden om te zorgen dat dat verkeer goed geregeld wordt. Levert dat niet te veel vertraging op in de spits? Nou, we hebben goed gekeken met verkeersstudies of dat het geval zou zijn. En in ieder geval op basis van die resultaten hebben wij niet de indruk dat dat gaat ontstaan. Volg ons online via Facebook @AltijdN1, op onze website n1.nl of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.